Het begon eigenlijk allemaal met een gesprek met mijn sollicitatiebuddy. Haar naam is Margaret. Vervolgens heeft zij mij in contact gebracht met Karel. En dat heeft zij gedaan omdat zij dacht, het is misschien wel een hele leuke ervaring, leuke uitwisseling die jullie samen kunnen hebben. En het is ook eens een keer heel wat anders. Zij helpt mij zeg maar met kijken naar solliciteren. Dat was voor mij heel lang geleden, 20 jaar geleden ook voor het laatst een sollicitatie gehad heb. En daarbij brengt zij mij ook in contact met andere mensen. Nou, vandaag is dus inderdaad mijn eerste dag. We hebben afgesproken dat ik het minimaal 2 dagen ga doen. Het is echt het enthousiasme, dat springt er echt vanaf. Dat is heel onstekelijk. Ja. We hebben al een paar bakken koffie op. Hij heeft heel veel affiniteit met hem, met lekker eten. Ja. Maakt thuis ook zijn eigen ketchup en chili saus. Ik ben geen bakkerij waarbij als je 's middags om 5 uur een brood koopt, dat al een dag oud is. Dat om 6 uur uit de oven kwam. Het is juist bij mij de bedoeling. Je koopt een brood en het is maximaal 4-5 uur oud. Heel ambachtelijk, ja. En alles met de hand. Mensen pakken hier een brood en zeggen, oh, het is nog warm, weet je wel. Het ambachtelijke is ook echt met je handen werken. Het is ook echt op gevoel werken. En het is veel minder in procedures. Het is ook zwaar, het is fysiek. Dus ik denk dat het ook goed is als je dan na 1 dag nog even weer, of vroeg op moet, nog even weer dat een keer meemaakt, dat je dan echt de ervaring hebt. En dat is dan eens een keer heel wat anders dan zeg maar, het stukje wat ik normaal gesproken in de levensmiddelenindustrie doe, waar je op fabriekschaal producten maakt. Ja, soms moet je het ook gewoon doen en natuurlijk weet je niet of het lukt en natuurlijk weet je niet of het succesvol wordt. Maar als dat het niet wordt, dan komt er vast weer wat anders uit. En ik denk dat in die zin mooi is als je in beweging blijft.